Hey allemaal, welkom bij mijn eerste vlog. Ik ben vandaag onderweg naar Keulen met... Daar is ze. Hi Rachel, hi. Hoi. En de moeder die loopt verder weg. Want wij gaan morgen naar Fantasialand. Ik heb er super veel zin in. We moeten nu nog ongeveer een uurtje rijden. En Doreen, zeg even gedag. Hallo. Hi. Nou, nu gaan we een uur rijden. Nou, na 2 uur rijden zijn we eindelijk aangekomen in Bonn. Bonn is het, ja, Bonn. We slapen in het Mercure Hotel. Het is een fijn hotel, maar niet heel boeiend. De kamer is ook niet boeiend. Misschien laat ik het zo nog even zien. Wat wel fijn is, dat we een zwembad hebben. Dit is het buitenzwembad. Zo fijn. Misschien gaan we vanavond even zwemmen. We lopen nu in de stad van Bonn. Is het toch? Ik vergeet elke keer die stad. Geboorteplaats van Beethoven. Oh ja, de geboorteplaats van Beethoven. Rachel heeft zich even goed de geschiedenis geleerd van de stad. We hebben net even deze outfit geshoot. Die komt ook op mijn blog. Dan kan je hier op het i'tje klikken. Dan ga je direct naar mijn blog toe. En we lopen nu in de stad. Super mooi is het hier. Ik weet niet of je het kan zien. Hi. En we gaan nu even een plekje vinden om te eten. Goedemorgen, we zijn in Fantasialand. We zijn eindelijk gearriveerd na 20 minuten rijden. Super fijn. En we gaan nu naar Mysterious Castle. Dat is zeg maar een soort van dat je afgeschoten wordt omhoog. Ik ben echt super benieuwd. Laat even zien. Wij zijn net in de Colorado Adventure geweest. En het is de Michael Jackson Thrill Ride omdat die heeft geopend. En ik moet zeggen, hij ging best wel hard. Ik zat ook best wel los. Grapje. Maar En waar gaan we nu heen? Naar de Black Mamba. Toch? Naar Black Mamba gaan we heen. Er zit met je benen los. Ik heb echt heel veel zin in. Ik vind het ook super leuk. En de Tia Pass, daar ben ik helemaal excited voor. Oh my god, ik kom dus net uit die Black Mamba. Ik zag helemaal niks, ik wist niet waar de baan heen ging. Maar ik vond hem uiteindelijk best wel tof. We lopen nu naar de Tia Pass. Dat is zo'n, zeg maar, zo'n stamboom attractie. Ik heb super veel zin in. Ik kijk echt naar uit. Het is ook een soort van disco in. Nou, wij komen uit het Tia Pass en we zijn echt doorweekt. Mijn hele rechte schoen is zijklad. Ik loop de hele tijd te soppen. Maar hij is echt super leuk. Als je hier bent, moet je deze echt doen. Het is echt een aanrader.
zijn eindelijk aangekomen in Kloekheim. Dat is het nieuwe gedeelte. En ik ben zo benieuwd naar de Taron. Dat gaat super hard, of niet? Ja, jawel. Oké. De Taron was echt super. Wat vond jij ervan? Geweldig. Gaat super hard. Je wordt gewoon twee keer afgeschoten, maar het is echt super tof. Goedemorgen vanuit Keulen. Ik ben gisteren helemaal vergeten om de vlog af te sluiten. En we staan nu bij de Domtoren. Ik moet zeggen, gisteren was het trouwens super leuk in Fantasialand. De Taron was echt super vet. Echt aanrader. Ik ben er twee keer in geweest en het gaat super hard. En we gaan nu onze laatste dag afsluiten met een beetje shoppen. Ik ben benieuwd wat voor leuke winkels ze hebben. Nou, goedemorgen. Het is inmiddels zondag 18 september. Ik ben gisteravond laat thuis gekomen. En ik heb eigenlijk heel weinig gevlogd. Maar we hebben gistermiddag nog even lekker gewinkeld in Keulen, wat ik al zei. Maar het was super druk. En ik heb eigenlijk ook niets gekocht. En nu ga ik naar Nijmegen voor de Kika Run met mijn collega's. Ik ben een klein beetje moe. Ik moet 5 kilometer hardlopen, wat ik geen eens kan. Dus wens me succes. En bij deze sluit ik ook mijn eerste vlog af. Ik hoop dat je het leuk vond. Doe zeker een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Klik op het abonneerknop hier beneden. En ik zie jullie volgende keer weer. Doeg!